RKC Feyenoord, derde speelronde. Lekker weer, goede grasmat. Wat wil je nog meer voor een lekker potje voetbal? Met een debutant, met Quilinci Hartman. Zijn allereerste minuten in Feyenoord 1 en hij oogt toch heel ontspannen. Bij RKC geen wijzigingen na vorige week. Het gelijke spel tegen Emmen dat in extremis werd behaald. De 1-1, Jozefzoon, de man van de assist, en Lobete, de Spanjaard van de goal, zitten allebei dus gewoon weer op de bank. En Zakaria Bakkali is nog steeds niet fit genoeg om bij de wedstrijdselectie te zitten. Voorin zien we dus Kramer en Daneels. Zij zoeken allebei nog naar een eerste doelpunt van dit seizoen. En Kramer speelt natuurlijk ook tegen zijn oude club. Maar tegen Feyenoord wist hij nog nooit te scoren. Voor Feyenoord wel. Bij Feyenoord gewoon Bijlo op doel. Hartman dus de linksback. Pedersen beviel daar niet, maar is natuurlijk ook gewoon een rechtspoot. Zit op de bank. Kukcu is weer fit voor de basis en dat komt eigenlijk wel goed uit, want Ursnes is er natuurlijk niet meer bij. Op zijn weg hoogstwaarschijnlijk naar Benfica. En voorin een plekje voor Idrissi in plaats van voor Wollemark. 4 punten voor Feyenoord. 2 punten uit 2 wedstrijden voor Oosting. In het nieuwe uitenu speelt Feyenoord vandaag. Dat werd deze week ook nog gepresenteerd. Naast al die aanwinsten de afgelopen weken. En dan komen er nog een paar aan. Hier is de RKC-aanval. Vroeg er vandoor. Raakt de bal totaal verkeerd. De man die kwam van Vitesse. Hartman. Het spel gaat verder, terwijl Szymanski wel eventjes werd gevloerd. Feyenoord vervolgens heel slordig de bal inlevert. Dan is daar een countermogelijkheid. Precies dat wat RKC wil en precies ook wat ze goed kunnen. Michiel Kramer scoorde dus nog nooit tegen Feyenoord. Dat blijft nog even zo. Dit is wel zijn eerste mogelijkheid. Idrissi. Kukcu. Szymanski. Harde knal. Oh, nog best de metertjes over. 2 assists al voor de Pool in dit nog korte seizoen. Een doelpunt is natuurlijk ook lekker om te maken als aanvallende middenvelder. Kukcu tussen 2 man in. Meteen doorspelen op Timber. Dan moet de beweging gaan komen. Timber alsnog met wat geluk, dat wel. Maar nog steeds geen werk voor Etienne Vaassen. Szymanski, overstapje. Even wat twijfel bij Van der Graaf, maar toch het fluitsignaal. Mooie positie natuurlijk voor Feyenoord om vanuit de vrije trap iets tussen de palen te creëren. Szymanski zelf of Kukcu met de bal richting de goal van Vaassen. Verrassingsaanval van Kukcu. Vaassen met deze actie. Het loslaten. Alsof het een heet stukje vlees is. Bellassani en daar is Kramer. En die stond geen buitenspel. Kwam niet helemaal lekker uit. Misschien was de voorzet van Bellassani ook net iets te hoog. Hij springt wel, Kramer raakt de bal ook, maar kan hem niet naar beneden drukken. Een van de nieuwkomers, die er vandaag nog niet bij is omdat hij nog niet eens officieel gepresenteerd is, is deze Slowaak, David Hanschko. Hij moet gaan komen. Geldt al voor Marcos Lopez, de man die de MLS overkwam van het San Jose Earthquakes. Linksback,
Concurrent dus ook voor Hartman. Beweging bij De Rozen. Die beweging precies de richting op waar De Rozen niet ging. Maar hij houdt hem wel binnen. Het is moeizaam, maar het kan natuurlijk wel gewoon. Eén goede aanval, één kans creëren. Hartman. Hartman! Nou, de brani van een debutant kun je misschien in deze situaties dan ook wel goed gebruiken. Toornstra van Kukcu. Idrissi, dat verbaast dan weinigen hier in het Mandenmakerstadion. Maakte een flegmatieke indruk. Wollemark voor hem in de plaats. Twee wissels dus aan de kant van Feyenoord. En dan mag Wollemark ook meteen aan de bak. Vanaf rechts en schiet met links. Nou, zoiets gevaarlijks hebben we eigenlijk de hele eerste helft nog niet gezien. Toornstra op Wollemark. Dat is een goede voorzet. Maar De Rozen ook meer mee had moeten doen. Daniels, sneller dan Trauner, dat bleek in de eerste helft ook al. Maar nu kan hij misschien ook uithalen. Hij laat het aan Belhassani. Ja, zo gevaarlijk is RKC op hun beurt dan ook nog niet geweest. 3,5 minuut voetbal in het Mandenmakerstadion. Die leuker zijn dan de eerste 46 bij elkaar. Dat was eigenlijk ook niet zo'n heel moeilijke opgave. Toornstra loopt vrij. Dan gaat het op het hoofd van Vroeg. Szymanski. Danilo. Danilo en de redding van Vaassen. Je bent toch geneigd te zeggen, hè, de wedstrijd is begonnen. Wollemark. Wollemark en daar Vaassen weer. De Rozen. Toornstra. Szymanski. Florian Jozefsson. Lutomba komt mee. Voorlopig doet hij het alleen. Florian Jozefsson. En wordt die bal daar op de arm geraakt? Iedereen bij RKC is het daarover eens. Maar de man die erover gaat, Edwin van der Graaf, blijkbaar niet. Dan is het een lichte touché geweest. De bal is buiten geweest, het is beoordeeld. En Van der Graaf hoeft niet te komen kijken. Timber. Aanwijzingen voor Hartman. Loop maar door, jongen. Het mag. Wollemark en de tackle. Niets aan de hand, zegt Van der Graaf. En die heeft dan een heel uitvak op zijn dak. Wordt de bal dan geraakt? Ja, er is VAR hier. Dat moet hij zelf toch ook weten. Is die ook nodig? Ja, dat is ook natuurlijk wel. Dit krijgt Van der Graaf nu te zien. Hij heeft overleg. Hij heeft genoeg gezien. En dan volgt er maar één conclusie. Dat is een strafschop. Hij kijkt nog even op zijn bidon. Want Kukcu is er nu niet meer. Danilo is er wel. Die heeft de bal gepakt. Die wil het liefst. Danilo, oog in oog met Vaassen. En de 0-1 voor Feyenoord. Goede beginfase van de tweede helft, dat wel. Maar het mag Vaassen en RKC niet helpen in deze situatie. Zo'n kopballetje, ja. Hij staat er toch altijd weer. Maar een magneet voor de goal heeft hij tegen Feyenoord dus niet.
Hollemark. Pedersen. En Tabouni, eerste balcontact. Ja, dat is dus wat hij graag wil. Loeren bij de goal van de tegenstander. Dat is ook precies wat hij hier doet. Kramer, Clement. Je houdt als Feyenoord-fan toch geen billen meer over om samen te knijpen op deze manier. Kuipers. Clement komt door. Lobete is daar. En ook Jozefsson is daar. Daar is de kans. En die gaat er niet in. Feyenoord heeft de 3 punten binnen. Maar vraag niet hoe. Want de eerste helft was gewoon niet goed. Danilo naar de 11-meterstip met zijn 3e van dit seizoen. Bezorgde hij het uitvak. Veel vreugde.